Hier komt hij dan. Dag! Dus heb ik ook in totale paniek heb ik 112 gebeld. Ja! En dat zeg ik echt met volle overtuiging. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaat mijn video over mijn tienermoederschap, hoe ik het heb ervaren. Ik kreeg al heel vaak de vraag van hoe het kan zijn dat mijn zoon zo oud is. Mijn zoon is 9, mijn oudste. Ja, hoe kwam dat? Ja, ik was gewoon heel erg jong toen ik Alessio kreeg. Nou, voor mijn gevoel was ik heel erg jong en ik zat nog op school. Ik moest nog mijn diploma halen. Ja, het was gewoon best wel heftig. We verwachten het ook niet, weet je. We waren net samen. Je moet je voorstellen dat je net je vriend leert kennen en je bent nog helemaal in die verliefdheidfase. Happy en peppy. En je denkt van, oh, ik heb nog allemaal vlinders in je buik en alles. En dan doe je een test. Nou, het begon zo. Ik moet wel even bij het begin beginnen. Het begon zo. Mijn ongesteldheid bleef uit. Nou ja, ik heb dat wel eens vaker. Want mijn ongesteldheid is heel erg onregelmatig. Dus ik zocht daar niet echt per se bij van, volgens mij ben je zwanger. Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht gewoon van, nou, het zal door de stress zijn, weet ik veel. Dus ik bleef gewoon doorgaan en doorlopen. Had ik die avond een keer met een vriendinnetje van me afgesproken. En we zouden ergens gaan stappen. Nou, en normaal drink ik gewoon een wijntje en nog een wijntje en dat gaat allemaal helemaal goed. Maar die avond had ik na mijn tweede wijn, had ik echt een heel erg vies en misselijk gevoel. Dat ik dacht van, dit kan niet. Want normaal, weet je, wordt pas misselijk als je 86 wijnen op hebt. Niet als je 2 wijntjes op hebt. Die logica was echt een beetje dat ik dacht van, nee, dat kan helemaal niet. Ik ben niet eens dronken of zo. En het bleef maar erger worden. En ik dacht, nou, echt. Toen dacht ik van, ik ga naar huis. Want ik voelde me ook niet lekker meer. Misschien is het toch even tijd om een testje te doen. Dus die deed ik. En voilà. I was pregnant. En het was nogal een shock. Echt gepland. Wist zeker al vanaf dat moment dat ik het niet zou weg laten halen. Dit gewoon rocken. Ik kan dit. Ja, ik heb het volste vertrouwen in mezelf. Omdat ik 0,0 ervaring heb met baby's. En ik ben, ja, weet je. Nu ook als je in mijn video's kijkt. Alessio wordt zo groot. En hij is ook zo zelfstandig. En heerlijk. Waar ik eigenlijk ook heel veel van geleerd heb. Hij heeft mij ook heel veel dingen in laten zien. Geforceerd om volwassen te worden. Want ik was eigenlijk wel heel lang nog, nou, kinderlijk wil ik niet zeggen. Maar ik was wel heel erg van, nou ja, het komt wel en ik zie wel. Kind of mindset. Ik had niet verwacht dat het me nog zo zou raken eigenlijk. Nu dat ik met jullie zo aan het praten ben. Maar dat doet het toch wel. Dus dit is voor mij echt oud. Of mijn comfortzone. Zwaar uit van mijn comfortzone. Ik probeer juist altijd heel happy te zijn. En heel vrolijk. En heel veel lachen. En heel veel lang leefde lol. En dan merk je toch wel dat dit mij wel heel erg raakt. Het is mijn verhaal natuurlijk. Het is mijn leven. Het is hoe ik het heb ervaren. En het is hoe en al heel lang bezig zijn. Dus dat beseft mij maar wel steeds meer. Oh, het begint te regenen. Ik zo super dankbaar moet zijn voor wat ik heb. En ik heb het idee dat ik daar niet vaak genoeg bij stilsta. Ik ga een beetje stotteren. Maar ik heb mezelf beloofd dat ik niet zou gaan huilen met deze video. En dat ga ik ook echt niet doen. Dus of het nou heel erg is om tienermoeder te zijn, vind ik niet. Ik heb zoveel geleerd van mezelf ook door hem. Onvoorwaardelijke liefde, wat je dan meemaakt. Alles voor je kind zou doen. Dat het bevallen, oké, dat doet pijn, weet je. De weeën doen ook pijn. Ik ga nou niet zeggen dat wanneer je de bevalling klaar is, dat je dan zoiets hebt van dat je al je pijn bent vergeten. Dat echt niet. Ik zat toen ook tijd niet op een roze wolk. In mijn zwangerschap was ik heel erg depri en verdrietig. Bed eigenlijk zal niet uitkomen. Zo moe was ik. Toen hij er was, was het echt heel anders. Ik was zo bezorgd. Er kwam ineens een gevoel van dat ik voor iemand anders moest zorgen. Zo'n verantwoording. Wat ik toen helemaal niet kende. Want ik was zelf nog hartstikke jong. Ja, ik wist niet. Ik woonde net, denk ik, 3 maanden op mezelf. Weet je, daarvoor woonde ik nog bij mijn ouders. Dat had best wel een impact op mij. Zie ik het als iets heel erg positiefs en heel erg lief en heel erg mooi en echt een geschenk. Wat, nou, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Wacht even. Ja, mijn vriendinnen, die hadden allemaal geen kinderen. En ik was altijd de enige die wel een kind had. Dus dat was best wel moeilijk, ook met uitgaan. Was dat van, hey, ga dan mee. En ik had echt zoiets van, ja, nee, ik kan niet. Ik ging ook wel eens mee, maar ik kon niet altijd. Ik kon niet zoals zij gewoon à la minute even bedenken van, hey, laten we naar de stad gaan. Hey, ja, ik ga mee. Nee, dat kon ik niet. Ik moest dan eerst regelen of oppassen. Ik moest eerst kijken bij Nick of het goed zat. Ik
moest echt eerst dingen regelen voordat ik weg. Dus dat was wel heftig. Omdat mijn vriendinnen nog een heel erg YOLO leven hadden. En ik al verantwoording had. Maar ja, terug naar mijn verhaal. Toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. Daar heel lang over gesproken. Van hoe gaan we dat nou doen? Weet je, we hebben nog geen huis. We hebben dit nog niet. We hebben dat nog niet. Uiteindelijk hebben we beetje bij beetje alles op een rij gezet. Dus ik had ook mijn studie uitgesteld tot later. Want ik dacht van ja, nee, het heeft nu geen zin om naar school te gaan. Ik wilde ook niet naar school gaan met zo'n dikke buik. Ik vond het gewoon niet mooi. Ik schaamde me eigenlijk een beetje dat ik dan al zwanger was op school. Bewust voor gekozen om dat niet te doen. En pas na de bevalling weer te beginnen met school. Maar dat heb ik ook gedaan. Uiteindelijk heb ik ook mijn diploma gehaald. Lesje was geboren. Alles was helemaal goed. Toen kreeg ik een hele rare, bizarre symptoom van angst. Ik dacht dat er alles met hem kon gebeuren. En letterlijk ook alles. Ik zag overal gevaar in. Ik weet nog dat de vroedvrouw mij toen ook hier had gezegd over wiegedood. Nou, dat is echt zo in mijn hoofd blijven zitten. Ik kon er echt niet van slapen. Toen had ik zelf opgezocht dat wanneer je kan zien dat het niet goed gaat met je baby, dat zijn gezicht dan blauw wordt. Nou, ik zat continu iedere seconde van de dag zat ik te kijken naar zijn gezicht of die niet blauw werd. En één keertje dacht ik dat dat het geval was. En ik was onderweg naar een concert. Mijn moeder was gelukkig wel bij me. Nou, Alessia was gewoon wel net zijn voeding gekregen. Dus die was helemaal knock-out van het eten. En ik was helemaal in paniek. Ik was echt zo in paniek, want ik dacht dat ik blauw zag. En ik heb mijn moeder gezegd, nee, het gaat niet goed met hem. Bel 112. En ze bleef maar zeggen, nee, Mer, het is goed. Maar op een gegeven moment, dat kwam gewoon niet meer binnen bij mij. Het kwam niet meer binnen dat het goed ging. En zij bleef maar zeggen, nee, Mer, maak je niet druk. Alles is goed. En ik bleef maar helemaal, nee. Helemaal totale paniek gewoon. Dus heb ik ook in totale paniek heb ik 112 gebeld. Die zijn gekomen en die hebben mij alsnog de bevestiging gegeven dat er helemaal niks aan de hand was. Tja, zo kan het ook gaan in je eerste jaren. Ik had toen daarvoor ook niet echt veel kleine kinderen om me heen. Ik ben vanaf mijn moeders kant gewoon enig kind. Dus ja, weet ik veel. Ja, ik had geen baby's om me heen. Ik wist het niet, weet je. Ik vond het zo, het was zo nieuw voor mij. Maar uiteindelijk toen ze zeiden van, hey meid, er is helemaal niks aan de hand. Hij is hartstikke kerngezond. Je hoeft je niet druk te maken. Allemaal goed. Toen kon ik het ook een soort van los. Maar alsjeblieft, je moet nu echt wat meer gaan chillen. En er gewoon van gaan genieten. Dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb die knop omgezet en ik dacht van, nee, dit kan zo niet. Ik ga niet de hele tijd om ieder wisjewasje in paniek schieten. Dat is niet goed voor mij. Dat is niet goed voor LS. Dus ik dacht van, nee, ik doe het anders. Ik ga nu echt genieten en niet opletten op de dingen, op de negatieve dingen, maar meer op de positieve dingen. Gaapje, lachje, zijn voetjes. Sindsdien is het echt veel beter gegaan, sinds ik me ben gaan concentreren op de positieve dingen. De leuke dingen wat je krijgt als je een baby krijgt. Dus ik geniet er wel echt super veel van. Dat is ook de reden waarom we ook tegen elkaar hebben gezegd dat we nog een derde willen. Ik was zo jong. Nu zoiets lijkt voor mij van, ja, weet je, kinderen worden zo snel groot. Je moet er zo enorm ziek veel van genieten. Zijn ze al zo zelfstandig. En dan wil je juist nog hun voeden. En dan wil je hun bed. Maar dan zijn ze al wat groter. En dan hoeft het al niet meer. Dus daarom, ja, je moet er echt van genieten. Ik vind het zelf prettig als ik gewoon samen met mijn kinderen ben. Dat zijn wel de mooiste momenten. Natuurlijk ook. Ja, nee, niet samen alleen met kinderen, maar samen als gezin zijn. Dat vind ik het fijnst. Ik denk wel dat, ja, dat iedereen dat wel een beetje heeft, denk ik, als moeder zijnde. Nee, dat weet ik wel zeker. Het is de reden geweest dat daarom Alessia en mij weer zoveel leeftijdsverschil tussen zit. Omdat toen de tijd was ik nog niet klaar om nog een kindje te nemen. Nick en ik zijn even oud. We hebben precies dezelfde geboortedatum en precies dezelfde geboortedag. Dat is wel grappig. Dat is de reden dus. Bah, bah, bah. Altijd als ik snel ga praten, dan komen er zulke rare woorden uit mijn mond. Ja. Vind jij het om een jonge mama te hebben? Hoe vind je dat anders dan andere mama's? Je ziet er wel veel knapper uit dan anderen. Ah, dat is lief. Ik vind het nog leuker om een jonger. Dan zie ik je gezicht. Maar moest iedereen zeggen hoe oud zijn vader en moeder is? Toen was ik aan de beurt, zei we ook een juf hadden, zei ze, hoe oud zijn jouw vader en moeder? Ze zijn allebei 28. En iedereen ging, what? Dat is dan wel raar, hè? Ja. Als ik nog meer had, stak ik ze allemaal op. Zeg. Ja! En dat zeg ik echt met volle overtuiging. Oké, nu ga ik echt stoppen. Dus ja.